Tijd om het te eindigen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie in enige echte shape. Ja, ik ga hier niet omheen draaien. Deze aflevering gaat lang duren. Deze aflevering is de laatste aflevering van de serie. Deze aflevering gaan we een einde aan Kuja maken. Tenminste, dat hoop ik. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Dus, voordat je naar binnen toe gaat, wil je je abilities opnieuw zetten. Auto haste, auto life wil ik aanlaten. HP, 20% level up kan uit. Antibody wil ik aanlaten. Jelly wil je aanlaten. Locomotion wil je aanlaten. Clear Bandit wil je aanlaten. Body temp wil je zeker aanzetten. Want er komt eigenlijk een baas die vindt het nogal leuk om een gigantische status effect grap uit te halen. Wacht even, je hebt nog vier... Hier ook mijn Bright Eyes. Oké, Auto Life, HP, Level Up. Boost gaat uit. Locomotion en Jelly gaan aan. En doe ik maar Clear Headed. En voor jou, Level Up kan uit. En... Jelly aan. Locomotion aan. En daar houdt het dan bij jou mee op. En voor jou kan level up ook uit. Clear Headed hebben we bij jou aanstaan. Jelly moet aanstaan. En Locomotion die moet aanstaan. Dit is heel erg belangrijk voor de staatseffecten die namelijk sommige bazen kunnen geven. Want vergeet het niet, we hebben meerdere bazen te doen. Goed. Zijn we weer helemaal set? Ik denk van wel. Let's go! Bah! Bra, 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 bra. Kuja! Ach, wat leuk dat je komt. Ik ben verrast dat je ze alle vier de chaos hebt verslagen die ik gemaakt heb van het kristalse geheugen. Maar je bent te laat. Kijk eens goed. Is het niet mooi? Het is origineel. Het originele kristal. Dit is waar het allemaal begonnen is. De geboorteplaats van alle dingen. Wanneer ik het vernietigd heb, zal alles weg zijn. Gaia, Terra, het universum, alles. Jullie levens en memories, geheugens, natuurlijk ook. Hou je kop! Het enigste wat gaat eindigen ben jij. Ik neem je aan, ik ga je nu verslaan, op dit moment. Denk jij echt dat je mij kan verslaan? Zelfs als je dit doet, is Gaia al geverdoemd. Ik bedoel, de absorbatie van Terra is al begonnen. En de Life Factory zal een vernietiging geven op Gaia. Het is allemaal over voor jou en je vrienden. Zie, ik win, maakt niet uit hoe. Maakt mij niet uit. Zelfs als Gaia al door Terra wordt overgenomen, de planeet zal nog steeds blijven. En we maken gewoon een nieuw huis. Daar heb ik niks op te zeggen. Kuja, je bent niks dan een watje, een mietje, een zwak Janus. Als jij doodgaat, laat ons alleen buiten, ja? Maar waarom zou de wereld moeten bestaan zonder mij? Dat is niet eerlijk. Als ik sterf, sterven allemaal. Zepi, jij zal mijn eerste opoffering worden. Nou, kom dan maar, Kujo. Oh boy. En om het nog leuker te maken, nee, je vecht niet eerst tegen Kuja, maar een of ander raar baasbeest. Die totaal uit het niks is verschenen. Goed, nou ja, maakt niet uit. Wij doen gewoon steel. Jij doet gewoon Doomsday. Wat gaat hij doen? Meteor! Jiraga! Jij doet eventjes revive. Nooit geweten dat jij dat ook kon doen. Boom! Steel heeft trouwens geen nut meer. Hij kan wel wat items hebben waarvan je zegt van, nou, die zullen wel handig zijn. Maar op dit moment heeft het weinig nut om eigenlijk van hem te stelen. Oké, daar komt onze Kiraga van de Meteor die we hebben moeten overleven. De Taule die komt ook zo weer terug. Jij blijft gewoon aanvallen. Kom op, serieus, we hebben ons maar verslagen. Denk je nou echt dat je ons kan verslaan? Taule is ook weer terug. Welkom terug, Taule. Ja, dankjewel. Weet je wat, laten we een... Jij doet Arc.
Jij doet Doomsday. En doe jij maar eventjes just in case een aura op de Towler. Oké, Eternal Darkness. Nou krijgen we als het goed is niet de hele cutscene. Aangezien dat ik boost niet meer aan heb staan. Dus zal dit nou niet zo lang duren als dat het normaal doet. Gelukkig. Maar het ziet er nog steeds gaaf uit, dat zeker. Ik weet niet, ik moet nog elke keer die fort geluid maken op het einde. 5000 schade, dat is niet verkeerd. Oké, nou de Doomsday, die zorgt ervoor dat Destiny en Zeepje weer helemaal geheeld zijn. Weet je wel, laten we Bahamut weer een keer gebruiken. Waarom ook niet? Ik bedoel, kunnen we Ark blijven spammen, maar dat duurt zo lang. Deze baas is een lachertje. Ik bedoel, serieus, we hebben Osma beslagen. Met een stomme curse. Doet pijn, hè? You spin me right around, baby, right around. Jij doet nog een keer Doomsday. Towler heeft ook regen, dus die zal zijn HP snel terugkrijgen. Ik geef hem nog een knal. En dat is nou weer wel het voordeel van summons. Op het moment dat jij summons gebruikt... Oh, we krijgen de hele cutscene. Dat is eigenlijk best wel raar. Maar dat is dus het voordeel van... als jij dus zeg maar een summon hebt gedaan... Summons zijn heel erg, naar heel veel mensen mening, gedowngraded in Final Fantasy 9. Omdat ze doen gewoon een hele spectaculaire aanval. In plaats van dat ze ook echt, zeg maar, veel meer schade kunnen doen dan alleen maar die 9999. Maar het grappige is, in heel die animatie... als jij een status effect hebt, zoals een positief status effect, zoals regen bijvoorbeeld. De Towler die is ondertussen alweer bijna volledig geheeld door die regen in die cutscene. Dus anders had ik dit niet overleefd, serieus. Dat is alleen maar gunstig. En ik wil uitkijken, want Zeepie is bijna in trance. Dus we willen hem eigenlijk nou zo snel mogelijk verslaan. Ik heb je raag even niet echt nodig. Doe nog maar een keer Ark. Want zoals je kan zien, Towler en Zeepie zitten allebei bijna in trance. En die wil ik eigenlijk voor de final boss bewaren. Dus hopelijk is dit het laatste. Nee, hij leeft nog steeds. Nog steeds. Oh, verdorie. Dan mag hij weer aanvallen. Oh, hij doet het op... Oké, dan doe jij gewoon even chakra op Zelda. Krijg hem nou de hele kat in? Nee, gelukkig. Ik hoop dat dit het doet, want echt serieus. We willen het Zeepie en de Towler zijn transie willen bewaren. Dus tenminste, dat wil ik echt wel. Dus. Spam gewoon echt de sterkste aanvallen die ik heb en echt... Gevaarlijk is deze baas. Ja, zo'n meteor die kan heel gevaarlijk zijn. Meteor is een van de gevaarlijkste aanvallen in het spel. Dus dan moeten we altijd uitkijken. Oké. Ik maakte een scheetgeluidje dit keer expres niet. En ja, we hebben hem verslagen. Yay! Hoe heb je dead guys kunnen verslaan? Denk je echt dat je mij kan verslaan? Ja. Jij bent niet de enige met transkrachten. Nou, je krijgt er dus helemaal niks van. Geen experience, geen ability points. Je krijgt wel een eater van en een wind edge. Maar voor de rest, en wat geld maar... Oh ja, voordat ik het vergeet. Toen ik terugliep weer zeg maar helemaal naar boven van het kristal. Heb ik eventjes... toch eventjes bij die synthese shop. Heb ik toch een safety queen gehaald. En die tin armor die zeg maar ook te koop was. Dus die heb ik allebei toch nog eventjes gehaald voor completion, bragging rights. Je kent het wel. Goed. Jij doet heel eventjes curage op iedereen. En dan gaan we heel eventjes de eaters die we nog hebben op dit moment. Die kunnen we eventjes nou gaan gebruiken. Jij hebt een eater nodig. Eigenlijk heb ik... Weet je waar, we hebben er zoveel. Pop. Oké, Kuja. Het is jij en ik. En trouwens, je kunt nou save als je zou willen. Maar dat doen we niet. Ik kan niet geloven dat je dead guys hebt verslagen. Ja. Duh, dat zei je net ook al. Nou, mijn tijd is bijna voorbij. Tijd om dood te gaan, iedereen. Haha. Oh, goed, ja, jij moet zo dood. Ik ben er zo klaar mee met jou. En Kuja muziek speelt weer. En jeetje, waar ben je lelijk geworden?
Oké, nou laten we heel eventjes voor de zekerheid even beginnen met een aura te spammen. En jij doet gelijk Flare Star. Dat wil dus zeggen, als jij Flare Star trouwens doet. Hé, hey, die kon Osma. Oh. Zo naar fair. Maar dat wil dus zeggen dat als jij die doet. Transtijd. En deze muziek is eigenlijk best wel kick-ass. Ik zal heel eventjes stil zijn zodat jullie naar de muziek kunnen luisteren. Oké, hij is niet zo awesome als de Sephiroth muziek, maar serieus, lekker belangrijk. Oké, Grand Lethal, en nee, ik wil gewoon een, ik denk dat ik gewoon bij jou No Mercy doe. Hij doet Reflect! Alsof dat we nog spreuken gaan gebruiken die gereflecteerd kunnen worden. Spoorde jij wel. Grand Lethal haar. Oké, dan komt de dubbel Black Magic aanval van de Towler. Twee keer Doomsday natuurlijk, want het hield onze party members en het doet schade aan de vijand. Plus, Reflect is niet Kevin Kill, want dat zou ons sowieso al raken. Dat maakt niet zoveel uit. 5000 schade, daar hou ik van. Oké, Doomsday keer 2. Iedereen is geraakt. Mooi. Dan komt de No Mercy. We doen hem echt ontiegelijk veel schade op het moment. Jij doet dit dubbel Doomsday. En ik wist dat jij tegen iemand wel Flare zou gaan doen. Ik wou als jij dat tegen hem doet, dan doe maar gewoon nog een keer een arc tegen jou. Jij doet nog een keer No Mercy. Ik bedoel, Flare is een sterke aanval, maar serieus, we zijn Flare voorbij. Ik gebruik... De Towler gebruikt Flare nog niet eens meer, omdat we hebben een veel sterkere aanval. Huppakee, maximale schade. Oeh, hij doet Flare Star. Misschien had ik toch beter een Kiraga ring kunnen gooien eerst, maar... Ah ja, maakt niet uit. Trent versus Trent. Volgens mij is zijn Flare ook veel minder sterk als die van Osma, dus... Nou ja, hij deed best wel veel schade daar niet van, maar... Volgens mij zitten we wel goed met onze aanvallen. JP en Destiny die zullen in ieder geval nog 100% geheeld worden hiervan. En die aanval, ja, hij blijft mooi. Gewoon echt zo'n gigantische vuurbal die gewoon naar binnen crasht. Maar hoezo hebben we nou een kristal dat dus zeg maar alles begonnen heeft? Dit kristal is nooit vernoemd. Het is alsof dat ze niet wisten hoe dat ze een einde moesten maken ofzo. En gewoon hebben gezegd van... ja, er is een kristal. Weer nou, weer Flare Star. We hebben problemen mee. Objection. Zelda en Towler die gaan dat niet leuk vinden. Oh, Towler heeft het overleefd. Die was mis namelijk tegen Zelda. Nou ja, Zelda die heeft sowieso een auto life. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Daar komt Doomsday alweer twee keer. Of was dat gewoon een counter aanval? Want volgens mij was dit al een twee keer. Nee, moet je in ieder geval een klap van je summit in Kuraga doen. Even healen. Ik weet nog niet eens hoeveel HP dat hij heeft. No Mercy! Op je action, zoals Leroy zou zeggen. Ja, jij moet nog een keer gewoon dat doen. Oh, jij gaat... Kun jij jezelf ook al healen? Maar je had geflekt. Oh, sorry. So not Flare. En laat Zelda nou eens maar rust. Ah, revive. The power of Grand Lethal. Maximale damage. Oh. Ik ga toch dood.
Ik hoef niet meer bang te zijn. Maar ik ga niet alleen dood. Jullie gaan allemaal met mij mee. Ah nee, niet weer die aanval. Dat vind ik zo jammer, dat ze gewoon een aanval hebben gehad. Daar kun je niks tegen doen. Dat is gewoon automatisch het einde cutscene. Net zoals dat Beatrix een aanval had gedaan tot iedereen nog maar 1 HP heeft. En deze aanval heeft hij ook al gedaan, zeg maar, in Terra. En nou doet hij het weer en iedereen gaat dood. En yay, game over. Of niet? Misschien. Wie weet. Wit scherm. Dat klinkt niet echt vriendelijk. Wat is er gebeurd met Kristal? Waar we nou in één keer ons heel erg zorgen over maken. Waar is dit? Je staat voor het voor de einde dimensie. En ik ben de duisternis van de eeuwigheid. Wie ben jij? Al leven geeft dood vanaf het geboorte. Leven is bang voor de dood. Maar levens sterven alleen maar. Het start zo. En dan wordt het bij angst. Angst maakt boosheid. Boosheid maakt haat. En haat zorgt voor lijden. Het enige medicijn voor deze angst is totale vernietiging. Kuja was een slachtoffer van zijn eigen angst. En hij dacht alleen maar dat hij alles zijn eigen kon redden. Door alles te vernietigen. Van alles. Het vernietigen van alles, het kristal. Waar heb jij het over? Waarom vertel je me dit allemaal? Nou, de theorie is niet te ontkennen. Kuja-actie heeft het bewezen. Alle dingen die leven, zullen sterven. En trouwens, uiteindelijk is leven eindelijk een keer bij de waarheid gekomen. Dus nu is het tijd om deze wereld te eindigen. Wat bedoel je daar nou weer mee? Ik besta alleen maar voor één doel. Om de wereld terug te brengen naar het nulwereld, naar de zero-wereld. Waar er geen kristal is, geen leven en ook niet geen kristal om leven te geven. In een wereld waar niks is, angst bestaat niet. Dat is een wereld dat al het leven wil hebben. Wie denkt jij wel niet dat je bent? Je maakt niet een einde aan alles. Nee, zolang dat wij nog de kracht hebben om te leven. Oh, jij sukkel. Jullie angsten zijn al bij jullie gekomen. Eén dag, ze heb je gekozen voor de destructie over de existentie van zoals Kutja wou. Wanneer hij zocht om de kristal te vernietigen, het doel van het leven is geëindigd. Nou, kom. Enter de zero-wereld. En iets. Nee! We zullen jou vernietigen en bewijzen dat je het mis hebt. En door onze memories, geheugen, zullen andere generaties zien dat wij onze angsten kunnen overwinnen. We kunnen nou niet opgeven. We zullen samen vechten. Zelfs als we verliezen, maakt het niet uit. Onze herinneringen zullen blijven bij andere mensen. Dus, ook al zijn we geboren om te sterven, ik ben niet bang. Schuif uit. Ik zal leven. Oké, nou moeten we dus onze partymembers gaan kiezen. Nou, zoals je ziet, iedereen heeft maar 1 HP. Maar ik ben tevreden met deze setup. En ik lig weer voor Pampus. Ik laat alles over aan jou. Ach, dat is nog eens aardig. Dus eigenlijk geeft Wilma nou de kracht aan Destiny. Dat is aardig. Kom terug wanneer je slechter ik heb gedaan. Ik maak grote maaltijd voor iedereen. Nou, dankjewel jij weer. Dankjewel ook om Zelda te herstellen, want Zelda hebben we hard nodig. Ook al ben ik het niet waard. Accepteer mijn krachten, Tauler. Ja, even wel de stof van je broek afhalen, Tauler. Je moet wel fancy zijn bij de final battle. Beloof me dat je zult winnen. Natuurlijk, Johnny. Ik bedoel, je bent nog jong. Je hebt nog een hele leven voor je. Er is dus een reden waarom dat wij zullen winnen. Je kunt hier nog heel eventjes de status veranderen, maar iedereen is volledig geheeld. Ik ben tevreden met de setup. Here we go. We zijn te ver gekomen om nu te verliezen. Laten we dit gewoon samenvoegen en naar huis gaan voor ons allemaal.
The final battle. Tegen een... Ja. Weet ik voor wat. Hallo. Wie ben jij? Ziet hem daar nou stoer staan met zijn handen over elkaar. Och, wat lief. Hij warmt ons naar hem toe, zodat we met hem kunnen vechten. Wat aardig. Hi. Wij gaan tegen jou vechten. Blijkbaar. Oké, jij begint eventjes gelijk met een aura op jezelf. Die was gelukkig mis. Jij begint gelijk met Doomsday. En hij heet Necron bij haar trouwens. En oh nee, hij doet Meteor. Kirara, Kirara, snel. Waarom heeft iedereen Meteor? Oh, hier ben je niet boven van. Return Magic, kom op. Geen Return Magic tegen die Meteor? Wat is deze schnizzel? Kom op, Kirara. Goed, maar dit is dus Necron. En hij vindt het nogal leuk om zichzelf te protecten via... Ja, protect en dubbele aanvallen en al die... Hij vindt het nogal leuk om gemeen te zijn. Oké, nou dit gaat hetzelfde volgens mij niet overleven. Nee hoor. Dus hij vindt het nogal leuk om veel aanvallen tegelijkertijd te kunnen gaan spammen. Nou, Necron is voor mij de grootste teleurstelling die Final Fantasy 9 ooit heeft gehad. Final Fantasy 9 heeft zo'n mooie verhaal. En op het einde wisten ze gewoon niet hoe dat ze dus zeg maar het verhaal konden laten eindigen. En hebben ze dus gewoon gezegd van... Ja, Random Lost Final Boss Beast. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Maar goed, we willen hem dus zeg maar zoveel mogelijk aanvallen tegelijkertijd doen. En Grand Cross is de aanval waar je voor wil uitkijken. Wat Grand Cross gaat doen, en dat zullen jullie ook wel zo in een seconde zien. Grand Cross gaat dus zeg maar status effecten geven op iedereen. Het zal geen schade doen. Tenminste, het kan dead doen geloof ik. Maar het zal niet zomaar schade doen. En het geeft dus status effects op iedereen. En het is nogal lastig om daarvan te herstellen. Dus vandaar dat je dus al die preventies wil, erin wil gooien. Je wil dus zorgen dat je dus geen verstening hebt. Stop hebt. Want Destiny die ligt nou te slapen. We hebben er nou eentje die een dead count heeft. Daar ben ik eigenlijk best wel, daar maak ik me eigenlijk best wel zorgen over. Dus wij doen heel eventjes een remedy op... Ja, op de desk. Oh, daar gaat de Towler ook al neer. Had Towler geen auto-life? Wil jij niet zoveel aanvallen spammen? Serieus. Zelfs Osma was niet zo play. Jij kan weer revive doen. Mooi. Revive Zelda, want Zelda ligt al de hele tijd voor Pampers. Dat is even een aanval eigenlijk. Oeh, schade. Ouch. Oké, je bent van je silent status af. Jij doet Shell weer. Echt, hij heeft protectie, Shell. Oh, dat is zo vervelend. Doe jij maar eventjes een Phoenix Down op de Towler. Ik moet echt nou een Kyuraga kunnen gaan doen, want... zijn aanvalpatroon is nogal vervelend. Blue Shockwave. Zorg ervoor dat eentje nog maar 1 HP heeft. Doe jij eens eventjes een aura op Zelda. Dat zal wel heel erg fijn zijn. Kom op, Kirara. Mooi. Iedereen is weer healed. Doomsday. Maar ja, hij heeft nou dus zeg maar dubbele protection. Dus ja, dit spel zal wel eigenlijk heel erg handig kunnen zijn. En die blijft hij ook maar spammen. Dus dat is gewoon zwaar vervelend. Maar ja, daarvoor hebben wij nog slimmers uitgevonden. Hier, deze de Power of Arc. Nou, we zijn er goed uitgekomen. Oh, weer Bloomy Shockwave. Doe hem op de zeepie op Destiny. Dank je. Jij doet heel eventjes Aura Towler, zodat iedereen een autolifey heeft. Dit beest is zo vervelend. Gewoon dat hij zo vaak achter elkaar kan aanvallen. Maar ja, het is de final boss. Die totaal uit het niks komt. Want wij dachten echt allemaal dat het kutje de final boss was. Maar blijkbaar is het deze gast. En nou ja, we doen hem toch wel schade. Ondanks al die protective spells die hij heeft. Dus kijk of hij dit leuk vindt. Krijgen we de hele kat zien? Nee, dat zien we niet. Oké. Jij doet weer een Doomsday.
Jij doet een aanval. En ja, je kunt van hem stelen, maar serieus. Na dit gevecht is het spel afgelopen, dus dat kun je niet nog ergens exploren ofzo. Waarom zou je steel willen doen in dit geval? Goed. Die muziek is irritant. Ik vind het nog niet eens een goede Final Boss muziek. Ik bedoel, het is wel spannend ofzo, maar dat je de hele tijd eromheen, hè? Daar is nergens voor nodig. Nou, jij nog maar een keer Ark. Ik bedoel, we hebben zoveel moeite gedaan om die summon twee keer te kunnen krijgen. Dus laten we hem dan ook maar gebruiken ook. Pyreken. Nou, dat deed niet zoveel schade. En het hield dezelfde touwler. Doe jij eens een tro. Doe jij maar die. Die weer die shockwave. Oh, touwler zelf dit keer. Die heeft nou net aura gekregen. Dus die hield nou vanwege de regen. Is gunstig. Lijkt wel meer op een endurance round op dit moment. Gewoon van ho vol. Oké. Ik mis? Hoe kan ik nou nog missen? Serieus? Daar ben je niet vrolijk van. Nou ja, we zijn in ieder geval goed geheeld van die Grand Cross. Zoals ik al zei, Grand Cross kan dus zeg maar van alles geven. Daar word je gewoon niet vrolijk van. Die kan alle negatieve status effecten die er dus zeg maar zijn in het hele spel, die kan hij aan je geven. En daar ben je zagrijnig van. En stop nou eens met je de hele tijd in te... Serieus, wat ben jij voor een final boss? Je bent meer een watje. Zelfs je aanvallen zijn nog niet eens zo stoer. Wij doen gewoon nog een keer een arc erop gooien. Qua HP zitten we goed, want Zelda en Towler weten we dat die weinig HP zouden hebben, oorspronkelijk. Dus daarin zitten we goed. En daar komt Grand Cross weer. Oh boy. Nou ja, we hebben één speler in ieder geval die kan reviven, mocht het ook zijn. Maar ik blijf hierin op autolight, dus... misschien dat hij dan HP kan geven of een remedy kan doen. Weet ik veel. Ik moet wel zeggen, Grand Cross ziet er wel erg spectaculair uit. Dat wel. Het is ook een keer maar de vraag wat er gaat gebeuren met deze aanval. Oké, ik krijg death. Towler is bevroren en de rest heeft eigenlijk helemaal nergens geen last van. Doe maar aura op. Nee, niet op jezelf! Drukte te snel. Dan doe ik wel een elixir op mezelf even gooien. Gelukkig heeft deze baas wel de ruimte, zeg maar, om te herstellen van de Grand Cross. Dat is wel een voordeel. Bij Osma bijvoorbeeld, als hij Curse had gedaan, of Meteor... Dan deed hij het daarna gewoon nog een keer hartstikke leuk. Het maakte hem niks uit of je nou kon herstellen of niet. Deze baas die heeft dus wel een beetje ver gemaakt. Omdat ja, het is wel een required baas. Dus Oké, nou Doomsday die heb ik ook gelukkig nog ingepland. Dus zeker die zal al sowieso geheeld worden. Ik denk toch maar dat ik nou eventjes een kubaar ga erin gaan gooien. Zodat we toch een beetje help weer terugkrijgen. Mooi. Ach, dan gaat hij de shell doen. Sorry, ik weer tot magische aanvallen minder doen. Echt, waarom ben je zo vervelend? En dan mag je gelijk de Tundaga erachteraan gaan doen. Zo grappig. Nou ja, gelukkig heb ik je Rager gevraagd. Ja, jij hebt Aura verkeerd gedrukt. Nou ja, dat heb ik eigenlijk gedaan, maar ik heb jou gewoon de schuld. Oh ja, dat is die andere verrekijker van plan. Ik ben bang dat Towler deze nou niet gaat overleven. Stel je voor dat Osma de final boss zou worden. Oh, Zelda ook al niet. Ouchies. Nou ja, we hebben alle drie... of die hebben allebei auto-life, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.
Doe maar eerst eventjes Kirara. Jij doet eventjes Doomsday. Jij doet ook al Kirara. Nou ja, je hebt Shell, dus op zich zal het voor mij heel weinig bij je moeten healen. 2000. Ah, daar hakken we er zo van af, joh. Zo, nou heeft CP ook weer out of life. En dan moet Zelda weer out of life hebben. En Touden moet weer out of life hebben. Al moet ik, al denk ik wel dat we hem bijna verslagen hebben. Ik bedoel, waarom niet? Ik bedoel... Deed hij nou net echt serieus die 1 HP aanval op iemand die nog maar 1 HP had? Logica's! En gesmeer mijn boot. Maar ja, gelukkig doen we hem nog wel wat schade af en toe hier en daar. Ik bedoel, het is healen, schade doen. En ja, eigenlijk repeat. Ja, ik heb wel het level nog een keer uit te gebruiken. Oké. Okay. Geef je nou op. Nee. Nu dan. Nee. We moeten jou. Geef gewoon op. Je weet dat je niet kan winnen. Wij zijn een team. Wij werken met z'n viertjes samen. Jij bent maar alleen. En je bent raar. Lijkt wel op een demon angel of zo. Ik weet niet. Holy. Die hebben jou nog niet zien doen. Zo. Alleen wat ik wel zo'n nadeel vind is dat Return Magic hier blijkbaar niet blijkt te werken. Dus daar had ik geweten dat ik Return Magic wel uitgezet, dan had ik wel iets anders gedaan. Want hier hoort normaal gesproken Return Magic nou aan te komen. Maar die doet het niet. De batterij is leeg of zo. Ja, hier. Krijg een niet de hele cutscene. Niet de hele... Ik knip heel even vooruit, jongens. Oh, die cutscene, die duurt zo lang. Nou ja, het doet in ieder geval wel decent schade, maar... Oh, het duurt zo lang. Nou ja, ondertussen met Doomdick en ik heb wat te drinken pakken, want er komt veel voice acting aan te pas. Doe jij maar heel eventjes iedereen healen, just in case. Nee, iedereen... Ik zit daar met een fles in met een ander, dus ik kan daar niet echt... Ik had eerder mijn fles moeten pakken. Waarom ontken je je doel... Je doel in het leven? Of je lot, sorry, Fetus lot. Maar dat maakt niet uit. Lot uit de loterij. Is de wil om te leven zo krachtig? Blijkbaar. Ah. Ben je ook al zo iemand die als hij niet kan winnen alles kapot maakt? Meer explosies! Hij valt ook al helemaal uit elkaar. Dit is niet het einde. Maar... Ik ben voor eeuwig. Zolang als er leven en dood is. Oké, random gast. Doei. Was leuk je gekend te hebben. Volgende keer kom ik gewoon een bakje koffie halen of zo. De Deco Tree wordt nogal boos. Ben je in orde? Ja, maar kijk wat er gebeurt. Dus wat Kutje zei was... waar. De lijfbatterie begint met een agressieve reactie. Wat gaat er gebeuren? Ik heb geen idee, maar het ziet er niet goed uit. Ik geloof niet dat iemand die explosie heeft kunnen overleven. Nee! Kapitein,
Kapitein. Ze leven nog allemaal. Wat? Waar zijn ze? Daar. De Hildegarde is waarschijnlijk... Oh, de Hildegarde is waarschijnlijk dichterbij. Jij, de grote. Hagen Plutonitis 8e, mevrouw. Ik heb je niet gevraagd om je naam, maar zoek verbinding gelijk met Hildegarde. Op dit moment, nu. Jawel, meneer. Mevrouw, meneer, sir. Ja. Ik mag altijd eventjes die komedie erin gooien. Altijd leuk. Oh, door jouw stem. Dus, Alsjeblieft, we zijn graag. Wees alsjeblieft het leven. Sire, we ontvangen een verbinding met de Red Roos. Nou, zet het op de main live door, kerel. Dit is de Red Roos. Oh, sorry. Je bent niet Je bent eerst generaal Beatrix, wie ben jij? Ik ben Mikoto. Iedereen leeft nog, je bent heel dicht bij hun. Wat? Hoe kun jij dat weten? Ik kan ze horen. Wie? Oké, zorg voor dat we gelijk kunnen landen, verdorie. Oké. Pam, 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 pam. Hé, hey, dat is de Hildegarde 3. Het ziet eruit dat Sid ons kwam helpen. Redden. Iets in die trend. Sid. Oude makker. Oh, gelukkig. Jullie zijn allemaal veilig. Kom ze nou binnen. We hebben niet veel tijd. Oké. Okay. Zeg. Tot ziens, zeepie. Afdurig. Wat is er mis? Waarom gaan jullie niet alvast verder? Ik kom later wel. Ik heb nog iets te doen. Of iets. Wat? Hij leeft nog. Maar dat kan niet. Zeepie, waar ben je mee bezig? Leroy G, zorg voor Zelda. Wat? Wat bedoel je daar nou weer mee? Kuja leeft nog steeds. Ik kan hem gewoon niet achterlaten. Ah, nee. Dat kan ik wel. Ik ben erop tegen. Objection. Objection. Dit kan niet. Alleen maar omdat jullie twee van dezelfde planeet komen, wil niet zeggen dat hij... Nee, dat is niet de reden. Wat is dan de reden? Kom op, Zeepie! Waarom doe je dit nou? Ik misschien hetzelfde had gedaan als ik in zijn schoenen stond. Ik wou waarschijnlijk ook wel vechten tegen jullie en ook Havokum Gaia hebben gedaan zoals hij had gedaan. En ik weet dat het raar klinkt, maar ik weet diep van binnen dat ik dit moet doen. Je bent dom. Je bent niet gek, Zeepie. Maar als jij helpen... Maar Kuja helpen is niet een goed idee. Is gevaarlijk. Maar ik kan hem niet achterlaten. Ik bedoel, ik zal niet met mezelf kunnen leven. Ik ga. Je maakt een grote... Je maakt een hele grote fout. Misschien, maar... we moeten allemaal grote... keuzes maken in het leven... En of ze nou slim of goed zijn of iets in die trend. Voor mij, nou is het die tijd. Dus ik ga er gewoon voor. Waarom ook niet? We, net zoals de Taule toen hij zijn angsten had gevonden. En de waarheid over zichzelf had gevonden. Dat was een grote keus voor de Taule. Nou, dat weet ik niet zeker. Ik bedoel, ik was niet echt zo erg spectaculair of iets in die trend. Ik bedoel, Dat is wat jij denkt, maar... ik ben het er dan niet meer... Ik zou dit niet hebben gedaan als het niet voor jou was. Dat is in die trend. Ik ben gewoon dom bezig. Maar je hebt me heel erg veel geleerd en zeker om het leven meer serieus te nemen. Dus! Nou, we kunnen je absoluut... je gaat absoluut niet je gedachten veranderen. Dus ik ga met je mee. Ja, dat is namelijk bij het ridderschap dat we de kameraden altijd zullen helpen in tijd van nood. Ik ga met je ook mee. Wow, wacht eventjes. Zoals ik al zei, dit is mijn moment. Dus niet erbij komen. Jullie gasten hebben jullie eigen moment binnenkort, ergens, weet ik veel. Maar goed, jullie hebben meer belangrijke dingen om te doen. Zoals Bemusia en Alexandria. Voor één keer in je leven kun je alsjeblieft eerlijk zijn. Sorry, maar kan ik niet. Ik kan niet gewoon weglopen. Ik ga tegen mijn natuur in. Hé? Je bent echt een simpele gast. Vergeet het, God. Er is geen manier om hem te stoppen. Wat een sukkel. Waar zijn jullie nou nog steeds mee bezig? Kom op het schip, nu meteen!
Kom op. Laten we hem achterlaten en gewoon gaan. Die gast zal nooit veranderen. Oké, nou, je hebt hem gehoord. Ga weg voordat het te laat is. Hop, hop. Zeepie, ik hou van je. Je kunt beter terugkomen. Shawnee? Nee? Bent je jong in het spel? Nee? Zeepie, ik moet meer verschillend voedsel eten. Ik heb nog steeds honger. Je moet terugkomen. Meer dingen laten zien. Meer voedsel laten zien. Ik kan nog steeds niet geloven dat je dit doet, Zeepie. Je bent veranderd. Tot we elkaar weer ontmoeten. Zeepie, jij hebt mij heel erg veel dingen geleerd en een hele grote les in het leven. Dus bedankt. En succes! Zeepie. Prinses, we moeten gaan. Zelda, ik bedoel, uw hoogheid. De ontvoering is voorbij. Ik kan je niet verder nemen. Het spijt me voor zo eigenwijs te zijn. Nee, je bent niet eigenwijs. Je hebt zoveel voor ons gedaan. Als het niet voor jou was, zat ik waarschijnlijk nog steeds een zinloos leven te leiden. Met jou kon ik de wereld zien en zoveel mensen ontmoeten. We hebben heel veel moeilijke dingen ontmoet op onze reis. Maar ik denk, ik weet nu eindelijk wat belangrijk is. Ik ben zo blij dat ik jou heb ontmoet. Ik zal onze reis nooit vergeten. Dankjewel, Zeepie. Oh. Maar waarom moet ik nou zo stom zijn? Ga gewoon op dat schip, screw it. Beloof me één ding. Alsjeblieft, kom terug. Spring gewoon op het schip. Serieus. Nee, ik ben dom. Ik ben raar. Hoe kan ik dit doen? Oké. Kuja, kun je me horen? Ik kom naar je toe. Je hebt nog steeds tijd. Vergeet mij graag gewoon. Hou gewoon je kop dicht en blijf waar je bent. Ik snap jou niet. Ik ook niet. Leg het eens uit. Oké. Here we go. Had ik dit niet beter in high definition cutscene kunnen doen? Ik bedoel, serieus. Haha! Ik moet weer uitslopen hoor. Zie je daar een macho staan? Je hebt niet over nagedacht. If you take the blue pill, you will fall to your doom. If you take the red pill, you will be under the airship. Nee, ik wil. Matrix momentje. Oeh, plat op zijn gezicht. Auw. Ja, wat dacht je anders wat zou gaan hebben? Phew, ik ben nog steeds in leven. Yay. Dat was best wel maf. Hey, ben je in orde? Zeepie. Oh god.
Wat doe je hier? Ik had gezegd dat je moest gaan. Kutja, ik krijg geen medelijden met je. Maar had jij niet hetzelfde voor mij gedaan als jij wist dat ik dood zou gaan? Hij heeft ons net proberen te vermoorden! Laat maar zitten. Zijn je maten... konden ze ontsnappen? Ja. Ik wist dat jij wel iets mee te doen had. Ik ben blij dat ze het gehaald hebben. Oh, wacht eventjes. Dus dankzij jou hebben we het kunnen halen? Ja, nou, het is onze tijd om weg te gaan. Ik verdien het niet te leven. Na alles wat ik gedaan heb. Ik ben zinloos voor deze wereld. Waardeloos. Niemand is waardeloos. Hé, hey, je hebt ons geholpen om te ontsnappen, of niet dan? Nadat jullie mij verslagen hadden, had ik niks meer over. Niks meer om te verliezen. Toen snapte ik eindelijk wat het betekent om te leven. Ik neem aan dat ik te laat was. Hé! Hey! Nou, niet doodgaan hier. Serieus. Uh-oh. Misschien was het niet zo'n goed idee om hier toch nog naartoe te komen. Dus, damn. Kutja? Oh, dat ben jij. Is goed, sorry. Kutja, wat jij deed was raar, was verkeerd. Maar je hebt ons allemaal één ding gegeven. Hoop. Leuk. We waren allemaal gemaakt voor een verkeerde reden. Maar jij alleen is daar tegenop gestaan. We willen dit niet vergeten. We willen jouw herinnering laten leven voor altijd. Nou, dat klinkt mooi. Is goed. Om ons te herinneren dat we niet gemaakt zijn voor de verkeerde reden. Dat onze leven nut heeft. Een betekenis. Een enige tijd later. Dus, dit is Alexandria. Jij pakt nu gelijk deze dingen op, ja? Ik kan het niet geloven. Towler? Towler? Hoe ken je die naam? Waar heb je het over? Ik ben het Puck! Hoe kun je mij vergeten? Puck? You know Puck? De prins van Bemusia? Oh, kom op, wat is er mis met jou? Als jij niet de Towler bent, dan wie ben jij? Ik ben Towler's zoon! Towler neemt de wereld over! Yo! Kijk naar al de Towler-lullers! Lullers. Ik heb altijd over jou gepraat, Zepi. Hoe je een hele speciale persoon voor ons was. Omdat jij ons zoveel belangrijke dingen hebt geleerd, zoals hoe belangrijk leven is. Papa Towler! Wilma B, je gaat snel weg, of niet? Ja, ik kan bijna niet wachten om iedereen weer te zien. Alexandria, ik ben er heel veel jaren terug geleden geweest. Hoe lang zal dat duren om Bemusia op te herbouwen? Maakt mij niet uit, als ik maar bij jou ben. Ah, ik hou van jou, Wilma B. Ondanks heeft hij nog steeds niet door hoe onze verleden eruit zag.
Ik wil gewoon genieten van onze tijd op dit moment. Ach, dat is wel fijn om te zien. Je hebt me geleerd dat leven niet voor altijd is. Dat is waarom we iedereen moeten helpen. En het leven leven... Het meeste uit onze leven te halen. Laat ik het zo verwoorden, waarom ook niet. Het is tijd om doei te zeggen tegen deze kamer. Save the Queen, je hebt me goed gediend. Mijn taak is volbracht. Tot ziens, Alexandria. Ook al zeg je tot ziens, je zult altijd in onze hart blijven. Zo, ik weet dat we niet allemaal alleen zijn meer. Nou, dat is fijn om te horen. Fijn dat je nu weet dat je niet meer alleen bent. Nee. Hey. Ga je naar Alexandria? Lani! Jij hebben we ook niet meer gezien. Ben jij niet dan? Dat heb ik nooit gezegd. Hé, hey, wacht! Waarom ik was geboren? Hoe ik wilde leven? Dankjewel voor de tijd die ik even toch kon nadenken. Nou, ja, graag gedaan, Destiny. We gaan gewoon alle karakters langs. Goed voedsel is niet alleen heerlijk. En meer voedsel? Goed voedsel maak je met het hart. Dat is heel belangrijk wanneer dat je kookt voor vrienden. Juist. Om te doen wat je hart wil. Het is heel erg moeilijk. Oh, het is een moeilijk ding om te doen. We waren allemaal zo moedig. Nou, klopt, denk ik. Schiet nou toch op! We moeten daar schieten voordat het toneelstuk begint. Haha, maak je geen zorgen, er is geen tijd om te haasten. Het theaterschip is geen partij voor mijn nieuwe schip. Mijn nieuwe Hildegard is hetzelfde schip wat er ooit is gedaan. Moet ik je nog aan herinneren? Dat zei je hetzelfde over het theaterschip. Dat is wat je zei, papa. Maar, Shawnee, wat heb je me nou net genoemd? Lieverd. Ze noemde je papa, vader. Papa, mama, schiet daar toch op! Zeg het nog een keer, Shawnee! Oké. Okay. Wat ik moest doen toen ik alleen voelde? Dat was het enige wat je me niet kon leren. Maar we moeten het wel maken dat we het... We moeten het wel snappen en we moeten de antwoord vinden voor ons eigen. Beatrix, jij hebt wel gehad. Skip. Volgende, next. Beatrix! Oh, natuurlijk. Waar ga je naartoe? Alsjeblieft, vraag het niet. Mijn besluit staat vast. Wacht, luister naar mij. Ik wil je niet nog een keer verliezen. Kwijtraken, iets in die trend. Leroy G. Laten we de koningin samen beschermen. Wij tweetjes, jij en ik. Ik ben zo blij dat ik iedereen heb ontmoet. Ik zou wensen dat we nog meer avonturen zouden kunnen beleven. Maar ik denk dat we allemaal ooit wel een keer houden moeten zeggen. Tot ziens. Vergeet niet te schrijven. Oké, jullie snuggles, we zijn er bijna. Het is lang geleden dat we naar Alexandria zijn gegaan. Laten we een show geven die ze niet zullen vergeten. Yeehaw! Break a leg, mensen. Ja, dat is eigenlijk gewoon een Engelse catchphrase. Iedereen, dankjewel. Tot ziens. Ik weet niet wie dit zegt, maar iemand zegt dit. Weet ik veel. Lekker belangrijk. Staat niet bij van, die zegt dit. Mijn herinneringen zullen altijd deel van
de lucht zijn. Omdat anders zou het de mainstream zijn of zo, weet ik veel. Het theatership zal elk moment arriveren. Het heeft zo lang geduurd. Ik kan niet wachten om iedereen weer te zien. Maar het zal nooit hetzelfde zijn. Ik moet het verleden zien los te laten. Ik moet verder gaan zoals hij mij heeft geleerd. En gewoon kijken naar het toneelstuk. Dames en heren. Vanavond is het een verhaal die lang, lang geleden is gebeurd. Onze heldin, prinses Cornelia, is achtergelaten van haar... Zie je, dit gaat automatisch, dit is vervelend. Capture bij vader Leo. En tonight is er een verhaal dat Marcus en Cornelia denken samen weg te kunnen rennen. En nu, uwe majesteit Queen Garnet, Leroy G, Lady Beatrix. En lieve mensen, dames en heren, jongens en meisjes en over het dak. Hier beginnen wij met I Want To Be Your Canary. Oké. Nou, ik kan de controle gewoon aan de kant leggen, want het is gewoon proberen zo snel mogelijk voice act, omdat alles automatisch gaat en dit gaat nogal van fijn. Marcus! Oh, Marcus! Ik hou van jou meer dan dat ik dacht. Prinses, zou je blij zijn als je zou trouwen met een kleine lage ik als ik? Alsjeblieft, noem me geen prinses meer. Tekst gaat snel. Marcus, hou je van mij als de king zo'n eindelijke dochter? Of is het alleen maar dat je macht wil hebben? Ik bedoel, ik vraag het maar. Ik bedoel, zou ik niet meer worden als een pop? Weet wel, een zieloze pop die nooit lacht, niet huilt. Ik wil mijn leven onder de lucht houden. En dat ik altijd kan lachen. En dan sommigen hem kan huilen. Voor leven is meer een... Zoveel wat je niet hoeft. Maar je hoeft je nergens geen zorgen over te maken. Iets van royaliteit en iets met pure liefde. Dit is moeilijk om te doen. Ik zal nooit met jou verlaten. Oh, maak mijn kanarie. Laten we bloeien in de liefde. Ik verzin daar maar iets, want de tekst gaat te snel. Laten we gewoon vliegen op de eerste schip. En wat er anders stond, dan weet ik niet wat er stond. Maar wij zullen de wereld weg aan de wereld. Geen wolk zal ons hinderen. Weet ik veel, dit gaat zo snel. Dit gaat veel te snel. Oh, ik hou zoveel van hem. Ah, ik wil hem knuffelen. Alles wat ik wil is dat Marcus bij mij blijft. Oké. Het zal weer oorlog zijn. Ik ga hier een stokje voor steken. Hallo, hoogheid. Hallo. Hey, waar is Marcus? Marcus, wat voor nieuws breng je? Dit. Punch. We kijken een toneelstuk. Weet wel. Hoort op het einde van het spel. Ons schip vertrekt zo. Waar is Cornelia? De schip zal zo vertrekken. Je moet nu gaan alleen, want anders kan er geen vrede komen tussen onze kingers. Dus hij heeft blank gezegd. Dus je moet spreken, Marcus. Maar zij... Ik kan niet zonder haar leven. Dat heeft zij mij ook tegen mij gezegd. En één keer komen de vogeltjes. Dus de zon is onze vijand ook. Ik bedoel, het oosterse landschap is zo licht. Waarom kunnen we niet onze vleugels spreiden en gewoon beginnen te vliegen? Marcus, ik kan niet langer wachten. We moeten nu vertrekken. Zou ze mij verraden hebben? Nee, dat zal ze nooit doen. Ik moet moed houden. Ze zal komen als ik geloof. Als de zon mij neidt, bid ik naar de twee manen. O, mooie maanlicht, zorg voor mijn ene wens. En breng mijn lieve Zelda naar mij. Plotwist.
Leroy? Iemand. Wat is? Nee, vooruit, ga maar. Het is oké, hop, schiet op. Nu. Waarom gebruik jij in één keer dezelfde stem? Oh ja, sorry, dat was niet de bedoeling. Zoveel stemmetjes, zo weinig tijd. Hallo, het is een koningin. Laat haar de dorf deurie. Niks prinses Zelda, koningin Zelda. Ook al heet ze eigenlijk Garnet, we hebben gewoon Zelda. We houden het gewoon op Zelda. hoi. Hey, rustig, rustig. Auw, mijn schouder, auw, auw. Ik heb last van mijn schouder, niet doen. Slecht plan, niet doen. Maar ik ben er weer. Je had je kroon niet zo hard weg hoeven te gooien, hoor. Kijk al de touwles. Kijk al die andere karakters. Kijk heel de zand. De zand. Kijk heel de handzeepcrew. Yay. Hoe heb je het overleefd? Ik had geen keuze. Ik moest leven. Ik wou naar huis komen, naar jou. Dus? Ik zong ons liedje, of jouw liedje. Ons liedje. Dit nummer kun je heel mooi luisteren hoe Wilma B het heeft gezongen. Link staat sowieso in de beschrijving. Maar dit was Final Fantasy 9. Oh, ik ben zo blij. Deze let's play. Ik vond het geweldig om te doen deze let's play. Het einde vind ik een beetje jammer van dit spel, maar... Ja, de let's play zelf blijft gewoon het masterpiece in mijn, ja, het verhaallijn. Dat is niet een van mijn beste let's plays, want RPG's zijn heel moeilijk om te let's playen. Maar alle support die ik van jullie heb gekregen en alle leuke comments en reacties, ik wil jullie daar echt enorm voor bedanken, jongens. Het was geen makkelijk project. Tijdens dit project is namelijk mijn leven nog een stuk drukker geworden. Aangezien dat ik nou veel meer weg ben en alles, dus... Ah. Maar het was een geweldige let's play om te doen, echt. Ik heb het gewoon ook gespeeld zoals dat ik mijn eigen het kan herinneren. Ik heb nooit iets meer op hoeven te zoeken. Tijdens de let's play heb ik niks opgezocht. Ik heb gewoon... Ibe Gradenhaus, hoppakee. Zo speelde ik het vroeger, zo speel ik het nu voor jullie toe. En het is niet 100%, daar ben ik heel eerlijk in. Ik bedoel, we hebben niet de Moogle Quest side quest afgemaakt en alles. Dus, ja. Nogmaals, de link staat in de beschrijving. Wilma B zingt dit nummer. Maar ja, voor mij is het 100%. We hebben Osma verslagen, we hebben alle secret bosses op... Ja, de teacher van Quanah gehad. Dus, ja. We hebben het... Goed gedaan. We hebben het heel goed gedaan zelfs. En nou wil ik jullie ook gelijk de hint geven voor de volgende let's play. Want ja, zelfs die heb ik gepland. Volgend weekend gaat sowieso Minecraft Hardcore beginnen. Super Mario Maker komt hier en daar ook wel een videootje weer van. Want ik heb een heel lijstje hier met codes van maps die jullie in hebben gestuurd. Alsjeblieft, vergeet niet, als je een level hebt, laat ze achter bij een Mario Maker video en niet op andere video's, want anders wordt het een rommeltje. 3 maximaal per persoon, want anders, iedereen moet een eerlijke beurt krijgen.
Dus ja, nou, livestream video's die komen op het moment dat ik je video klaar heb, want die zijn heel erg makkelijk te editen. En de hint voor de volgende Let's Play is in 3D! Ja, dat is de hint. Het is in 3D. En nee, we gaan niet dezelfde in HD grap in 3D grap maken, nee. Dat is de hint. In 3D. Meer niet. Dus ja, met dat gezegd te hebben, wil ik jullie bedanken voor alle support die jullie me hebben gegeven in deze hele Let's Play. 77 afleveringen van gemiddeld een half uur per aflevering. 43 uur aan gameplay. Knips, battles, equipment. Bedankt je. Echt, ik wil jullie zo enorm danken. Bijna 3000 subs. Eerst de 2900, vind ik ook leuk. Dat is nog 20 subs weg, geloof ik. Maakt niet uit. Jullie zijn geweldig. Ik hoop jullie, de meeste van jullie... Ik hoop dat jullie bij First Look gezellig langskomen. Ze hebben daar nou ook een... hoe heet dat? Een YouTube gathering launch of zo. Dat ze daar dus zeg maar... speciaal voor YouTubers. Nou, Tauler en ik zullen daar natuurlijk ook weer bij zitten. Wij zijn sowieso buiten. Ook. Tussen uit mijn hoofd. Was het nou 12 uur tot 12:15? Nou ja, we hebben daar een update video over gemaakt. Dus, jongens. Dit is de aftiteling. Ik ken hem niet helemaal voor praten. Ik vond het een geweldig spel. Dank jullie wel voor het kijken. En tot de volgende Let's Play. Doei!